Ik moet echt even wat delen hoor. Er ontstaan zulke mooie dingen door mijn nieuwe boek Zelfliefde in Actie. En ik heb eigenlijk ook spontaan het idee gekregen om deze verhalen te gaan delen onder de noemer Zelfliefde in Actie verhalen. Vandaag sprak ik een hele lieve vriendin van mij en die vertelde dat ze haar exemplaar had uitgeleend aan een kennis van haar die depressief is. En ze wilde wel graag het boek weer terug binnen 14 dagen. Dus ze had ze bedacht dat ze deze dame elke dag een berichtje ging sturen. Met als boodschap elke dag een hoofdstuk. Zodat ze over 14 dagen het boek weer terug heeft. En ze dus ook zorgt dat deze vrouw een stok achter de deur heeft om dat boek snel uit te lezen. En ik vond het zo mooi. Dat ik dacht, dat moet ik eens even delen. Want hoe mooi zou het zijn als mensen zichzelf weer terug weten te vinden op deze manier.